We hebben gekozen voor een product wat in de hele wereld de beste naam heeft als zijn het beste loopwerk. Dat is de Philips Pro 2. En dat worden alle high-end fabrikanten gebruikt. En de toepassing is alleen anders door ons als door al die anderen natuurlijk. Dat mag duidelijk zijn. We onderscheiden ons graag een beetje door een beetje uit te wijzen en het op een iets andere manier te doen. De reden daarvan is dat wij gewoon een andere klankbalans zoeken. En we hebben natuurlijk in het verleden de CT333 en de 444 achter de rug, wat al toppers waren. En dan moet je al een machine maken die daar overheen gaat. En er zijn hier al een paar mensen die met die apparaten gedraaid hebben van ons. Die weten dat die nog de tanden steeds niet helemaal voorbij zijn. Dus dan krijg je dus de lat heel hoog ligt. En de keuze is de Philips gevallen, omdat internationaal, omdat we ook natuurlijk wel wat exporteren. Mocht er in de toekomst toch wel wat zijn qua service of zo, hoef je niet al die apparaten heen en terug te laten komen. Want dat is gewoon duur. Dus het is toplader geworden. Dat kan ook niet anders. Ze hebben wel een loader systeem, maar dat heeft geen voordeel. Dat is alleen maar een laadje wat het plaatje naar binnen doet. Dus we vonden het leuk, omdat je zo akoestisch gezien de demping van de CD gewoon een betere klankbalans kan creëren. Door het op deze manier te doen. Laat je dicht, schakelaar gaat aan, laser gaat aan, leest hij in, loading. En dan geeft hij aan de CD die erin zit hoeveel tracks die heeft en de tijd. De functies zijn eigenlijk hetzelfde, alleen open en close wat we gewend zijn met de CD-spelers. Het is nu gewoon display geworden en de rest is uiteindelijk gewoon weer functioneel en niet anders. Afstandsbediening heeft wat meerdere functies zoals repeat en dat soort zaken erop zitten. Ik wil in eerste instantie wat, om Roland niet te veel gas voor zijn zoeten weg te maaien, wat fragmenten muziek laten horen. Ik ga wel wat draaien uit eigen werk. En wat verschillende dingen. We staan hier bij de demo. Primeur vanavond van de duo van Lens Audio. Jullie kennen mij? Ja, nu wel. Theo Kraaij is mijn naam. Ja. Koert Linde, Lens Audio, die heeft twee oprichters, Koert en ik. Koert is nu even naar beneden. Naar de CD-loopwerk kijken. We zijn begonnen ooit met het ontwikkelen van een solo luidspreker. Althans, die hebben we de naam Solo gegeven en dat, die naam die is ontleed aan het feit dat hij één luidspreker had, een breedband unit. En toen was het idee van ja, we willen iets meer hoog misschien en iets laag. Dus we maken een grotere Solo en dat hebben we de Duo genoemd. En die is twee jaar geleden op de markt gekomen. Dat was een vrij traditioneel systeem met twee units, een laag mid-unit en een bandwidte. Op een traditionele manier, althans qua frequentie, tussen 2,5 en 3 kHz gecrossed. Het unieke daarvan was wel dat we een condensatorloos filter gebruiken. Dus in ons filter zit geen enkele condensator. Ons filter is opgebouwd uit slechts spoelen en weerstand. Maar wat we ook tijdens deze shows en van dealers als feedback terugkregen van ja, die solo die maakt gewoon altijd muziek, ondanks de beperkingen. Hè? Hij loopt niet door tot 30 kHz, sterker nog bij 18 begint hij al, maar hij maakt altijd muziek, ook op laag volume, het blijft muziek maken. En met de Duo hadden we dat minder, die maakt wel muziek, maar dan moet je wat gas gaan geven, dan begint hij lekker. Dus hebben we tegen tafel hebben we nog eens gekeken van ja, hoe gaan we dat nu anders doen. En in feite wat er nu ontstaan is, is een breedband systeem. Deze unit die hier aan de voorkant zit, die doet zo'n beetje alles in zijn eentje. Behalve het sublaag, dat wordt aan de achterkant door een 17 centimeter unit verzorgd. Ook hier weer condensatorloze filter, we crossen heel erg laag, ergens rond de 200 hertz. Maar we hebben in ieder geval bereikt door het redesign van het laag ook dat we ja, op een heel lage frequentie uitkomen. Onze F3-punt zit op 28 Hz. Dus dat is heel erg laag. En dat hoor je ook hoor, met alle voordelen. En het voordeel van deze is ook net zoals de solo, ook als je heel zachtjes draait, dan maakt hij muziek.